op vrijdag. Je ziet ze weer op vrijdag. Dan ligt hij in zijn mandje en hij praat een beetje mee. Ik hou van alle kinderen, al zijn ze nog zo klein. Vooral als ik een briefje van ze krijg. Woef! En nu kijken we zo'n goede 20 minuten naar ons Amerikaans feuilleton. Daarna is er het eerste tv-journaal en vanaf 6 uur zijn we er weer met een pak programma's voor de jongeren. Nu het Capitool. Myrna waarschuwt Trey dat Killy iets voor hem verbergt. Naar de quizlijn, schatkamer, daarin zit brandstofbesparende olies. Meer middelen zitten daar ook in. Een abonnement op dit autotijdschrift, een pc met laserprinter van Texas Instruments, van American Airlines, tickets heen en terug naar New York of naar Miami. En dan nog reizen. U kan ook nog naar Benidorm en naar de Balearen met quizlijn. Straks om 8 uur spelen we voor een loonrekening met daarop 15.000 frank, een aankoopbon van 10.000 frank bij Hey de Staanlamp van Studio Celeluce, Capri van Eschenbach Porselein en dit fototoestel. Het is zo meteen 5 voor 6. In het noorden van Irak lijkt stilaan een absolute chaos te heersen. En als we het Iraanse persbureau IRNA mogen geloven, zijn bijna 3 miljoen Iraakse Koerden op de vlucht voor de burgeroorlog. Aan de grens tussen Irak en Iran zouden op 2 dagen tijd 1 miljoen vluchtelingen zijn samengestroomd. Ook aan de grens tussen Irak en Turkije proberen duizenden Koerden weg te raken. In Turkije zelf zamelen andere Koerden intussen dekens en voedsel in voor hun onfortuinlijke volksgenoten die in kampen een onderdak hebben gevonden. Vele Koerden vrezen intussen het ergste en vragen om meer daadwerkelijke steun uit het buitenland.